nog steeds in Griekenland. En we zijn nog steeds in Griekenland. Nou, we hebben net boodschappen gedaan bij Lidl. We zijn even teruggereden. En de hele bus ligt vol met boodschappen. We hebben even goede inkopen gedaan. In Albanië zijn er niet echt supermarkten zoals de Lidl en zo, alleen in grote steden. En nu rijden we richting de Albanese grens. Alleen volg het coronavirus natuurlijk ook. En we weten dat we zijn uit Italië gekomen. Ik denk dat we daar precies op tijd weg zijn gegaan. Precies op tijd zijn gekomen en precies op tijd weer weg zijn gegaan. Dus, want die, ja, daar is nu gewoon overal. In Griekenland hebben we er ook niet veel van gemerkt. Alhoewel we nu dus erachter zijn gekomen dat vanaf morgen alle shoppingmalls en cafés en grote evenementen ook dicht gaan. Eigenlijk net zoals, ik weet niet of dat in Nederland ook zo is met cafés. Maar in België wel, weet ik. Maar goed, dat is hier dus ook zo. En ja, nu is dus de vraag, blijven we in Griekenland of gaan we naar Albanië? Want eigenlijk was het plan om naar Albanië te gaan. We hadden ongeveer 2 weken per land in gedachten. En we zitten nu bijna op 2 weken in Griekenland. Morgen zitten we op 2 weken in Griekenland. En nu was het dus de vraag, gaan we naar Albanië of niet? In Albanië is het ook vastgesteld en eigenlijk hetzelfde verhaal als in Griekenland. En ja, dus er is een kans dat we Albanië gewoon überhaupt niet binnenkomen, omdat we je kan geweigerd worden als je uit een land komt waar het is vastgesteld. Nou, ondertussen is het overal vastgesteld, dus je weet het niet. Maar er is een grote kans dat sowieso de grens al dicht is. Wat is de status? We hebben besloten om in Griekenland te blijven. En dat was een hele lastige beslissing. Ons gevoel zegt, we willen naar Albanië en we willen het allemaal ontdekken. Maar ons gevoel zegt ook, we willen gezond blijven. En geen coronavirus hebben of krijgen. En niet de kans hebben dat we in Albanië of Montenegro opgesloten zitten voor onbepaalde tijd. Dus vanochtend hadden we eigenlijk, toen we wakker werden, dachten we, we gaan de grens naar Albanië over. Net spraken we een Belg. Of nou ja, we waren heel erg op zoek naar hoe het in Albanië eraan toe gaat. Nu op dit moment. Maar we konden eigenlijk helemaal niks vinden. En de ene persoon die zei, ik moet gewoon gaan. De ander zei, blijf in Griekenland. En het is veilig of het is niet veilig. En we wisten het gewoon echt niet. En toen vanochtend of net spraken we onze Belgische buurman. En die is net door Albanië heen gereden. Ja, gisteravond. Gisteravond. En die, nou, die is van Montenegro. Wouden ze eigenlijk in Albanië. Maar toen kwamen ze bij de grens en toen zeiden de Albanese, oké, je mag door Albanië, maar je moet in je bus blijven en je moet in 1 streep door Albanië heen naar Griekenland. Ja. Tenzij je moet tanken of zo, maar goed. Dus dat hebben ze gedaan. En hij zei ook van, ja, de wegen zijn gewoon dood. Er is gewoon niemand. Er is niemand op de weg. Heel af en toe zie je iemand lopen met een mondkapje en er zijn echt enorm veel politie, leger, ziekenwagens. Dus ja, we kunnen wel naar Albanië, maar dan zouden we in 1 streep door moeten naar Montenegro. We zien het allemaal wel, hoe lang het duurt. En ik verwacht dat deze week nog veel meer grenzen gaan sluiten. En misschien wel in heel Europa grenzen ook gaan sluiten. Ja. Dan zien we wel weer hoe lang we hier vastzitten. Het is geen verkeerde plek om hier vast te zitten, dus we mogen niet klagen. We kunnen gewoon de grensovergang zien vanaf hier. Ja, ik denk we kunnen niet, het bijna aanraken. Ik denk niet dat ik het kan laten zien. Dus deze lens. Maar, kijken. Oh, ik kan niet verder inzoomen, maar de grensovergang is daar. Oh, dat is mijn vinger. De grensovergang is daar. Dit.
Het water is zo helder, dat is echt niet normaal. Ik weet niet of je het kan zien op camera, maar... Mijn god, zo helder. En... We dachten dat het een leuk plekje was om te gaan slapen vannacht. Dus we hadden de bus neergezet. En toen... keek ik zo naar de plek en toen dacht ik, oké, dit is een typische plek om te gaan raften. Zeg maar, dit is het einde van de route, dat het einde van de route hier is. En we staan precies op de plek waar waarschijnlijk de aanhanger erin wordt gereden om de raft eruit te halen. En er is geen andere plek om te staan, want het is ook een beetje zanderig. Dus we gaan toch maar naar een andere plek, helaas. Maar het was wel een mooi plekje geweest. Vlak aan het water. Zo, ik heb wat slingen naar beneden gevallen. We rijden door de sneeuw. Voor het eerst. Toch nog een beetje sneeuw aan deze winter. Ja, toch nog een beetje winter. Het was heel koud. Nou, het is niet zo diep. En het is koud, of niet? En het is koud. Ik denk dat het zo is. Minder erg dan wat ik dacht. Wat gaan we doen? Het is koud hier. Ja, het is heel koud. Wat gaan we doen? We gaan toch maar proberen om naar Nederland te rijden. Ja. Omdat de situatie gewoon per uur verslechtert. Ja, verslechtert. Grenzen gaan gewoon dicht. En we voelen ons gewoon best wel onveilig. We voelen ons gewoon een beetje benauwd dat we voor opgesloten zitten. En we willen gewoon heel graag bij familie zijn. We willen gewoon graag op de plek zijn waar we ons meest veilig voelen. En dat is Nederland, met familie. Ja. En we hebben net de Nederlandse ambassade gebeld om te vragen wat wijsheid is. We moeten 7 grensovergangen passeren om in Nederland te komen. Ja. Ze gaven ook aan, het is gewoon tricky. Je weet niet of je het gaat redden. Als in of je alle grenzen overkomt. Maar als je het wil proberen, moet je het zo snel mogelijk doen. Dus ik heb 5 minuten geleden de Nederlandse ambassade gebeld. We hebben eigenlijk besloten, het is nu 10:00. We hebben eigenlijk besloten om nu de spullen in te pakken. En richting de grens te gaan rijden. We moeten nog... 40 minuutjes rijden en dan zijn we vlak bij de grens met Albanië. Weer terug bij de grens. Nou, goedemorgen. Het is heel vroeg en heel koud. En we gaan proberen de eerste grens over te gaan met Albanië. Oh, even mijn gordel. Ik ben heel benieuwd of het gaat lukken. We gaan duidelijk zeggen dat we echt nergens gaan stoppen en in 1 streep naar Nederland gaan rijden. Gisteren kwamen we hier aan en er stond een politieauto. En hebben we even een praatje meegemaakt. Met de politieagent natuurlijk. En de grenzen zijn gesloten. Dus we gaan het zien. We gaan het gewoon proberen en heel duidelijk maken dat we echt niet gaan stoppen. We hebben zo goed als volle tank, dus we hoeven ook niet te stoppen. En we moeten 5,5 uur zijn in Kroatië? Nee, dan zijn we in Montenegro. Oh, 5,5 uur zijn we in Montenegro. Nou, we gaan achter in de rij aansluiten. Fingers crossed. Nou, ondertussen zijn we 2 uur verder. En we zijn nog steeds in Griekenland. We
hebben 2 grensovergangen gehad. En de eerste was open, de tweede niet. Dus we rijden nu weer terug van de tweede naar de eerste. En bij de eerste zeiden ze, de auto's mogen er niet door. Enkel vrachtwagens, enkel transport. Dus, en het is niet het enige land dat oranje heeft. Dus dat betekent alleen noodzakelijke reizen. Daar valt transport natuurlijk onder. En wij niet. Dus je hebt nog Montenegro, geloof ik, Kroatië, Oostenrijk, dat allemaal oranje is. Dus alleen noodzakelijke reizen. Ja, zuur. Heel naar. En ja, we hebben wel wat ambassades gebeld. En die zijn super, die proberen heel goed te helpen. Zover dat kan. Maar ja, niemand weet bijna iets. Het gaat allemaal zo snel. We hadden ons voorbereid op heel veel rijden vandaag, maar het gaat hem niet worden. Helaas. Ik denk dat we voorlopig echt officieel opgesloten zitten in Greenland. Zodra grotendeels van de grenzen wel weer open gaan, gaan we misschien wel weer in één streep naar Nederland. Ja. Goedemorgen. Ondertussen is het, het is vandaag woensdag. En gisteren probeerden we de grens over te komen, wat overigens niet lukte. En toen hadden we er best wel vrede mee. Toen dachten we, oké, nou ja, we zitten hier vast. We moeten er het beste van maken. En maar er wordt steeds afgewisseld met een beetje benauwd voelen hier en angstig. Als in, ja, als iets gebeurt met onze familie, dan zijn we niet in de buurt. En gewoon ook misschien door de media die zeggen constant van, jullie moeten terugkomen, maar we kunnen gewoon niet terugkomen. Dus hebben we gekeken naar oplossingen of we misschien terug kunnen vliegen, maar we willen eigenlijk de bus hier echt niet achterlaten. Dat is alles wat we hebben, dat is gewoon ons huis. En we besloten om zeker gewoon nu de komende 3 dagen even in een Airbnb te zitten, eventjes bij te komen van alles, omdat gewoon alles is zo snel gegaan. En we merken gewoon dat we heel veel stress hebben gehad. Ik merk het ook, ik heb een koorts. Daar slik ik normaal pilletjes voor. En het is echt alleen als ik heel veel stress heb. Dus dat heb ik ook wel echt gehad. En Frank trouwens ook. Gewoon, het is allemaal zo snel gegaan. Dus, wat heb ik? Oh, hier. Goed, en dus we gaan straks naar nog even kijken of we wat boodschappen kunnen doen. En dan naar onze Airbnb en dan gaan we ons maar even opsluiten en dan zien we wel weer verder. Kijken we wel weer of we het daarna weer op gaan pakken of dat we nog even in een Airbnb blijven. We gaan het zien. Wordt wel een beetje een praatvlog trouwens. Er gebeurt weinig, we kunnen ook weinig doen. Nou, we gaan naar onze Airbnb toe. Achter de blauwe auto aan. Ja, maar hier zit er. Dan kunnen we straks nog wat boodschappen doen. Genoeg keus. Hoor je dat? Ja. Daar is onze hoorzool. Hoppa, omhoog. En omhoog. Zo. Een stukje weg. Van een dorpje voor ons. Zo, we hebben intrek gedaan in ons huis. Welcome in our crib. Welcome to Aquip, yo. Very nice, man. Oh, is het warm aan? Nou, chill. Tot ons huis, zie. Tot ons huis gekregen. Het is best wel chill, is wel prima. En hier gaan we nu de komende dagen even chillen. Even douchen en even op adem komen. We gaan alleen maar douchen. En nu gaan we eventjes naar het dorp. Even boodschappen doen bij de winkel.
Dus hebben we nog een paar dingen nodig. Oh, die bank is chill, hè. Nog even een paar dingen kopen. Jij moet je nagels knippen. Nou, wij gaan naar de winkel. Nou, ondertussen zitten wij in de Airbnb. We hebben een lekker plekje. Oh, de ruimte. We kunnen gewoon rondlopen. We gaan lekker in bed ontbijten, want dat kan normaal niet. Ja, kan wel, maar dat is een beetje onhandig. Even naar buiten kijken. Terwijl lekker chillen met ons ontbijtje. En een kopje koffie. Serie te kijken. Lekker, hè? Wij zijn lekker weer dat zeespelletje aan het spelen. Ik dacht alles. Met een lekker uitzicht. En we zitten in het zonnetje. Af en toe een windje. Het is wel lekker. Het is wel lekker. Wat heb je? 2 op de 1. Goedemorgen. Nee. Goedemorgen. Ondertussen zitten we alweer een paar dagen in de Airbnb. En we hebben ook een paar dagen bijgeboekt. Omdat we gewoon niet weten hoe het verder gaat. We doen ondertussen even een spandoek aan het pakken. Voor mijn allerliefste vriend. Hij ligt in bed. Ik kan niet zien. En dus we hebben een paar dagen bijgeboekt. En we zitten nu met verzekering te kijken of we hier kunnen blijven. Want we ook niet weten wat de Griekse overheid gaat doen qua als we nu weer terug in de bus gaan. Of we dan in de bus kunnen blijven of dat we weggestuurd worden. En als we weggestuurd worden of we dan überhaupt nog de optie hebben om in een hotel of in een Airbnb te gaan. Of dat ze dan tegen die tijd al zijn gesloten. Dus voorlopig kunnen we nog zelf betalen hoor, maar we hebben een grote kans dat het vergoed wordt. Dus dat is wel een heel erg fijn idee. En ja, het is niet zo'n interessante vlog geworden. Het is vooral veel gepraat. We hebben ook niet zo'n hele interessante week gehad. Vooral een hele stressvolle week. Geen leuke week. Ik denk dat het de minst leuke week is geweest tot nu toe. We willen gewoon het liefst naar Nederland toe, maar het gaat gewoon niet. Er is wel een brief om naar Nederland toe te kunnen rijden. Waarin staat dat wij bewust zijn van dat we in 1 streep naar Nederland moeten rijden. Maar ze kunnen gewoon niet met zekerheid zeggen dat we daarmee in Nederland komen. Plus dat we 7 grenzen moeten oversteken, dus ik ben bang dat we gaan het gewoon niet proberen, want we zitten beter hier vast dan dat we in Albanië of Montenegro vastzitten. Dus, that's life. We gaan maar eventjes uitzitten hier. Het is geen verkeerde Airbnb hoor. We hebben hier een lekkere douche met wc. En een bad ook trouwens. De keuken. Een tafeltje en een bank. En 2 bedden. Hoi Frank. Nou, helemaal into his telefoon. Ik denk dat we maar gaan afsluiten. Ja, laten we dat maar doen. Bedankt voor het kijken. Naar deze praatvlog. Ja. Het is niet zoveel bijzonders gebeurd. Ja, wel veel bijzonders gebeurd, maar niet als in dat we bijzondere dingen hebben gedaan. Nee. Dus, ja. We gaan maar kijken hoe lang dit gaat duren en wanneer we weer naar Nederland kunnen. Dus, zien jullie hopelijk volgende week weer. Pas wel. Doei! Houdoe!